Das ist die EPLAN Olympiade 2022. Ik vind het wel een tof concept. Vond ik te kijken wat hij kent van het programma achter 3 jaar. Al bij al viel dat nog redelijk om mee. Het zijn ook veel dingen die we zelf al zien in de les. Dus herken wel hier en daar wat dingen. Ook tof om een keer meer over het bedrijf te weten. Want er waren veel vragen ook over het bedrijf. Dus wel interessant. Haalbaar, maar toch altijd wel interessant en leuk als je moet werken met een tekenprogramma dat je nog niet kent. Ja, wel tof. Grote opdracht, maar redelijk goed gelukt wel, denk ik. En zoals hij zei, haalbaar. Er zijn een paar dingen die ik zelf beter had kunnen doen. Het toont wel dat als je goed met het programma overweg kunt, dat je het klaar kunt krijgen. En dus er is wel ruimte om. Ja, ik had het al een klein beetje onderschat. Het is best wel een uitdaging, maar het zal goed komen, denk ik. Ik vond het iets moeilijker. Dat bij mij ging het niet al te vlot. Maar omdat we dit jaar ook nog niet veel met E-plan gewerkt hebben, was het een beetje roestig. Dus ik vond sommige dingen niet echt gemakkelijk. Zelf was een zeer pittige opdracht. Het was wel een hele ervaring natuurlijk. Het ging verschillende rondes, heel veel leuke nieuwe dingen gezien. En vooral heel veel bijgeleerd. Ook buiten de opdrachten zeer leuke momenten gehad. Met gewoon de groep daarmee is en iedereen. Dus zeker aan te raden ook. Ik vond het zeer interessant om eens in de bedrijven te komen.
vooral rond de integratie tussen Rida en Eplan zelf, tot eigenlijk de uiteindelijke kritische gast. Dat is wel zot om te zien.